Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. En vandaag weer iets anders dan anders, namelijk kinderfeestjes. Mocht je daar dus niks mee hebben, dan zou ik zeggen ook vooral laat het lekker even gaan. Maar dit is voor alle mama's of papa's onder ons die een kinderfeestje moeten organiseren en denken waar begin ik aan. Niels wordt 5. En daarom leek het ons leuk om zijn eerste kinderfeest te geven. We hebben altijd gezegd, als je 5 bent, dan mag je je eerste kinderfeestje geven. Dus, nou ja, hij wordt 5, dus hij mag dat. Het is wel een beetje lastig, want Niels is vlakbij Sinterklaasjarig. Dus ik heb een beetje rondgevraagd naar bij andere ouders met wat oudere kinderen. Die ook rond die tijd jarig zijn, rond Sinterklaas en Kerst. Het zijn gewoon best wel lastige tijden, want zijn kinderen best wel hyped. Zeker die jonge kinderen. Dus ik heb een beetje rondgevraagd wat daarin wijsheid is. En eigenlijk zijn ze allemaal, doe het gewoon wat eerder. Dus dat doen wij. Dus wij begin november vieren wij zijn feest. Dus ik denk ongeveer als jullie dit zien. Volgens mij viert het eerste weekend van november. Tenminste 8 november op een zondag. Ook dat is nog even een afweging trouwens, de dag. Maar wij vieren het dus begin november. Terwijl die eind november jarig is. Maar dan zit je gewoon net voor alle Sinterklaas dingen en zo uit. Dus dat is misschien sowieso de eerste tip. Hij heeft al een aantal kinderfeestjes gehad. Sommige in het weekend, andere uit school. Wij hebben ervoor gekozen om in het weekend te doen, omdat wij merken dat hij uit school nog best wel vaak moe is. Bijvoorbeeld op de woensdag is hij dan eerder uit, maar dat is voor hem gewoon best wel pittig nog. Dus wij hadden zoiets, en na school is helemaal geen optie. Dus we hadden zoiets van, we houden het gewoon in het weekend. Dat geeft gewoon meer rust. En dan doen we het gewoon 's ochtends. Dus we hebben nu gedaan zondagochtend van 10 tot 12:30. Dat leek ons een beetje een acceptabele tijd waarin je wel wat leuke dingen kan doen, maar waarin het ook niet al te lang wordt. Want ja, zijn eerste kinderfeestje vindt hij natuurlijk allemaal reeds spannend. Dus dat is even qua tijd. Hij heeft ook een ander feestje gehad. Dat was gewoon woensdag uit school mee en dan was het ook tot het einde van de middag. Ik denk dat dat voor heel veel kindjes prima is. Alleen voor hem is dat gewoon een beetje too much. In ieder geval voor zijn eigen feestje. Dus wij hebben gekozen voor het weekend. En nou ja, wat voor feestje wilde hij? Pokémon. Maar ik denk op zich dat dit voor heel veel thema's gaat gelden. Maar ik laat natuurlijk echt de Pokémon voorbeelden zien. Ik geef wat tips van hoe ik heb bedacht dat ik het ga doen. En ik hoop dus dat jullie daar een beetje mee kan inspireren. En ik laat natuurlijk alles, zal ik ook even hieronder linken wat ik heb gebruikt en zo. Dus, want ik haal mijn inspiratie ook weer van andere mensen vandaan. Want ik heb ook nog nooit een kinderfeest georganiseerd. Dus ja, laten we beginnen. Allereerst heb ik hem natuurlijk vriendjes en vriendinnetjes laten uitkiezen die hij wilde uitnodigen. En ik heb gezegd dat hij er 5 uit mocht kiezen. Dat leek me ook, dan zijn ze met z'n 6. Dat leek me een handig aantal, niet te veel. Niet te weinig. En ja, zeker op deze leeftijd heeft hij nu allemaal losse. Dus zijn beste vriendinnetje kent hij al vanaf dat hij baby was bij het kinderdagverblijf. Dan heeft hij jongetjes die bij hem in de klas zaten die inmiddels naar groep 3 zijn. Een vriendje dat hij ook nog kent van het kinderdagverblijf. Zijn neefje. Dus hij heeft zeg maar een soort van mix uitgekozen. Er zit niet echt een systeem. Dus ik dacht, als je dan 10 kinderen, sowieso zou ik zelf gek worden. Maar ik dacht, dan wordt het ook zo'n warboel. En kindjes uit de huidige klas natuurlijk. Dus hij heeft een beetje een mix gemaakt van verschillende vriendjes. Dus ik ben heel benieuwd. Een deel kent elkaar, een deel ook niet. Hij mocht 5 kindjes uitnodigen. Dat betekent dat ze met z'n 6 zijn. Maar ja, 1 doet natuurlijk ook een beetje mee. Maar ja, dat is meer voor spek en bonen. Want dat vond ik wel. Zij mag ook gewoon op zijn feestje komen. Daar was hij het ook helemaal mee eens. Dus dat is mooi. Nou, toen dacht ik dus, van 10 tot 12:30. Ik dacht, we beginnen met eventjes allemaal aan tafel. Dan hebben we natuurlijk ook cadeautjes en dat soort dingen. Dus ik dacht, we beginnen gewoon van 10 tot, ik heb er een lijstje van gemaakt, van 10 tot 10:30 gaan we cupcakes versieren als pokeballen. Ik zit zelf niet zo in de Pokémon, dus ik moest me ook een beetje in verdiepen. Maar ik dacht, een cupcake is een soort van rondje. En dan kan je dan, je hebt blijkbaar al verschillende pokeballen. Dus ik heb gewoon van dat fondant gehaald. Dus daar maak ik dan rondjes van, waar ze dan versieringtjes op kunnen plakken en doen. Gewoon gekleurde balletjes en ik weet het allemaal niet. En dan maken ze daar maar een feestje van. Dan kunnen ze ondertussen een beetje dat eten. En dan heb ik drinkflesjes. En deze drinkflesjes, daar ga ik een Pokémon wrap omheen doen. Die heb ik hier ergens.
deze, ik zal al die printables die ik heb gevonden ook eventjes hieronder linken. Maar deze, dus die knip je uit en die plak je om zo'n flesje heen. Dus dan hebben ze een flesje Pokémon drinken. Leek mij heel leuk, maar dan hebben ze wel gewoon water. Want ik dacht altijd suiker in zo'n cakeje. Moet ook nog een beetje gezellig blijven. En dan gaan ze pokeballs zoeken. Daar heb ik deze pokeballs voor gemaakt. Dit zijn gewoon schuimrubberen balletjes. Ik zal even kijken of ik nog weet waar ik deze ook weer vandaan heb getoverd. Maar dit zijn balletjes. En daar heb ik gewoon met rode en zwarte pen heb ik daar pokeballs van gemaakt. Die ga ik verstoppen in de kamer of buiten. Hangt een beetje van het weer af. Maar ik denk dat het in de kamer wordt. En dan moeten ze die gaan zoeken. Ondertussen heb ik ze ook al een Pokémon muts aangemeten. Ik heb gewoon van karton repen geel gemaakt. Dus die kan ik gewoon zeg maar vastnieten. Tipje, niet altijd zeg maar met je nietmachine omgekeerd. Zodat zeg maar de twee haakjes aan de buitenkant komen. Anders gaat het in hun haar vastzitten. Heb ik ook ooit meer geleerd. En hieraan maken we dan de oren van Pikachu. Dus ik heb gewoon een soort van vormpje uitgeknipt. En heb ik aan de bovenkant wat zwart ingekleurd. En dan heb je zo maar twee oortjes. En dat is dan, dus ik heb zomaar twee stapeltjes met links en rechts, zeg maar, Pikachu oren. En dat zit dan aan hun muts. Dan mogen ze als ze willen ook nog smink, maar dan maak ik gewoon een pokeball. Dus ik ga even op Sven oefenen hoe snel dit gaat. Maar in principe maak ik dan gewoon een zwart rondje met zo'n streepje erin. Zeg maar zo, want Niels vindt sminken heel leuk. Dus dan, het leek me makkelijk op zich te doen met gewoon een cirkeltje, streep, rondje, streep. En dan maak ik de bovenkant rood en de onderkant wit. Maar goed, dat is zeg maar een soort van optioneel als het me allemaal lukt. Dus dan hebben ze de pokeballen gezocht. Oh. Daar heb ik een half uurtje voor, maar ondertussen dacht ik, kan ik ook kindjes sminken. Dus als iemand een bal heeft gevonden of zo, weet ik veel. Dan gaan we even weer wat drinken en dan gaan we of binnen of buiten blikken gooien. Ik heb blikjes gemaakt met Pokémon erop. Tenminste Pokémons, ik weet niet wie het allemaal zijn. Charmander, Charmeleon, ik leer het allemaal. Dit is Pikachu, dat weet ik wel. Allemaal verschillende. Hier heb ik er nog één. Ook deze gratis printables zal ik eventjes linken. Maar goed, dus deze heb ik om blikjes heen gedaan. Die blikjes ga je op elkaar zetten, mag je omgooien. Ik hoop alleen nog dat de pokeballen, ik had van die soort plusje pokeballen besteld, maar al vrij lang geleden, maar via AliExpress. Dat is altijd een beetje twijfelachtig. Dus ik hoop dat die nog op tijd binnenkomen en anders verzin ik iets anders waarmee ze dit om kunnen gooien. En ik heb dus allemaal voor simpele spelletjes gekozen, want ze zijn natuurlijk allemaal nog, rond de 5, 6 jaar. Dus het is niet echt dat we hier heel ingewikkeld zijn. Want ik zag bijvoorbeeld ook een hele leuke. Ja, een speurtocht dacht ik zou nog wel kunnen met foto's. Maar ja, het is natuurlijk november. Qua weer is dat toch echt een beetje tricky. Ik zag bijvoorbeeld ook een hele leuke Pokémon Bingo. Maar ja, ook daar zijn ze gewoon nog een beetje te jong voor. Dat wordt denk ik hysterisch. Dus ik hou het simpel. Blikken gooien. Nog even een kleine laatste toevoeging die ik gisteravond nog heb gemaakt. Is... Prik de staart op Pikachu. En inmiddels hebben ze hem al gespeeld. Maar dan had je dus heb je een staartje. En die moet je dan op de goede plek plakken. En dat was ook helaas met een blinddoekje om. Dus gewoon een ezeltje prik, zeg maar. Dus daar kom ik nog even mee tussendoor. En wat wij hebben gedaan is zeg maar de kids gevraagd om elkaar te helpen. Dus te zeggen waar ze ongeveer heen moesten. Wat leidde tot dat ze bijna allemaal op de goede plek zaten. En dat was natuurlijk ook goed voor de team spirit. Dus dat wil ik nog eventjes als extra spelletje noemen. En dan daarna begint het alweer tijd te worden. Want dan wordt het 11:15. Heb ik een beetje ingeschat. Dit kan allemaal nog alle kanten op. En als bijvoorbeeld het echt niet werkt. Dan kunnen we altijd nog een filmpje of zo gaan doen. Maar goed, ik dacht dit is 11:15. En dan gaan we pannenkoeken eten. Want dan is het zeg maar lunch. Super gezond allemaal. Maar goed, hè? Hoeft niet altijd. Dus dan gaan we pannenkoeken eten. En dat worden Pokémon pannenkoeken. Pokéball pannenkoeken. Dus wat ik doe is cakejes doen we kant en klaar. Pannenkoeken kant en klaar. Dat gewoon allemaal al klaar is of we maken. Dat zeg maar vooraf. In ieder geval dat ik dat allemaal niet de dag zelf hoef te doen. Maar in ieder geval die pannenkoeken kunnen ze dan als pokeballen maken. Dus dan doe je een streepje hagelslag.
En dan doe je bovenin rode jam, onderin witte poedersuiker. En dan heb je een pokeballpannenkoek. Dus dat worden de pannenkoeken. En dan krijgen ze natuurlijk ondertussen hun prijs. Maar daar heb ik natuurlijk Pokémon bekers en borden voor. En dan krijgen ze dus hun prijs. Dat is een, waar is het? Een medaille. Waar heb ik ze gelaten? Krijgen ze een medaille omdat ze Pokémon trainer zijn geworden. En ze krijgen een diploma. Dit is het diploma voor de Pokémon trainer. En dan zet ik de naam erbij. En dan zeg ik, heeft op 9 november 2020 met groot succes de Pokémon training gevolgd. Gefeliciteerd, jij bent nu een echte Pokémon trainer. En dit zag ik ook op verschillende sites. En ik heb gewoon een beetje gekeken welke ik leuk vond. En daar ben ik een beetje mee gaan knutselen. Ik heb dit gewoon in Paint gemaakt. Al niet heel ingewikkeld. En ik heb er gewoon een hard kartonnetje achter gedaan. Dus ik heb gewoon, je kan van die Pokémon font, van die lettertypes van Pokémon vinden. Een beetje knippen plakken in Paint. Misschien heb je er betere programma's voor. Maar ik heb het gewoon lekker in Paint gedaan. Werkt prima. En dan krijg je uiteindelijk zo'n leuke uitnodiging. Wat ik ervan kan, zal ik ook even linken. Dan krijgen ze dus een medaille. En ze krijgen aan het eind nog een tasje mee. Dus ik heb hun naam erop gezet. Want we hebben jongetjes en meisjes. En ik weet toevallig dat de meisjes, deze Eden en zijn beste vriendinnetje, heel erg van roze en zo zijn. Dus Niels had bijvoorbeeld ook haar feestje van zijn beste vriendinnetje. En dat was een prinsessenknutselfeestje. En hij was het enige jongetje. En zij is dus nu ook het enige meisje op Elin dan na. Maar goed, ze had al wel gezegd dat ze speciaal voor Niels een Spider-Man taart wilde. Ik geloof niet dat dat zo was. Maar Niels die zat heerlijk een pop op te maken en zo. Het maakt helemaal niet uit. Het is gewoon leuk om een feestje te hebben. Maar ik dacht voor haar dus ook wat meer de roze Pokémon's. Want dat heb ik gedaan. Een Pokémon tattoo voor iedereen. Dus ik heb, dit is dan... deze is volgens mij Charmander. En dan heb ik voor iedereen. De Pokémon was gewoon een pakje van 8 tattoos. Dus nou ja, 7 kinderen. Als je hele meetelt, 7 tattoos. En dan heb ik een zakje gekocht. En volgens mij heb ik dat op Amazon gekocht. Met allemaal verschillende kleine Pokémon's. Want dit is Niels' droom natuurlijk. Dus ik heb dan voor elk kindje heb ik 4 kleine Pokémonnetjes. Dus dat kunnen ze dan mee spelen. Vraag me niet wie dit allemaal zijn. Ik zou denken dat dit Pidgey is, maar misschien is dat niet zo. Een schildpadje en nog een diertje. Oh, dat is scherp. Stelt hij lekker scherp. Juist. Dus dit zijn de verschillende Pokémon's. En dan hebben ze allemaal verschillende. En nou, die krijgen ze dan ook. En dan een medailletje erin en hun diplomaatje. Nou. En dat is een beetje hoe ik dat feestje ga aanpakken. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Maar ja, Niels heeft er mega veel zin in. Hij heeft geen idee. Hij weet wel dat hij een Pokémon feestje krijgt. Maar dat is ongeveer alles wat hij weet. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat vinden. Ik denk dat hij het fantastisch vindt. En het is natuurlijk allemaal gewoon simpele spelletjes. Makkelijk, zeg maar, voor ons als ouders om te doen. Maar ook voor de kinderen. Je bent er dus wel de voorbereidingstijd aan kwijt. Maar ik doe dat gewoon 's avonds voor de tv. Zit ik dan bijvoorbeeld die oren te knippen. Of die pokeballen te kleuren. Dus allemaal het werkt niet. Ja, je moet eventjes natuurlijk een printer hebben om dit soort dingen uit te printen. Maar wel heel leuk om te doen. Ik dacht, dan geeft zo'n waterflesje toch net eventjes wat extra's. En ik denk, ja, weet je, die kinderen, ja, misschien dat ze allemaal per se limo willen. Nou, dan krijgen ze limo bij hun pannenkoek. Maar ik dacht, ik begin gewoon met water. Want ja, en het is wel zo'n leuk dopje en zo. Dat denk ik, nou, weet je. Probeer de suiker nog enigszins te beperken naast alle cake en zo. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Maar ik hoop dat dit jullie een beetje heeft kunnen inspireren. En je kan natuurlijk, bedoel, je kan hiermee alle kanten op. Want als hij vorig jaar een feestje had gemogen, maar dat wilden we nog niet, want we vonden 4 nog net te jong. Dat is al zo'n spannende tijd met beginnen met school en zo. Dus we dachten, dat gaan we niet doen. Want dat was natuurlijk ook in de Sinterklaastijd en zo. Dus hysterisch. Maar als het bijvoorbeeld toen was geweest, had hij Ninjago gewild. Maar hier kan je natuurlijk ook prima Ninjago dingen van maken. Met zo'n Ninjago band om. En je kan voor dit soort dingen natuurlijk eigenlijk op elk thema toepassen. Je kan dit ook als kroontjes maken. Of je kan natuurlijk ook, dit kan je nog makkelijk vervangen. En je kan ook iets anders verstoppen in plaats van pokeballen. Een Ninjago diploma kan je ook maken. Een prinsessen diploma natuurlijk ook. Dus je kan dit in principe op elk thema toepassen. Lijkt mij ongeveer. Tenminste, hè, er komt een eind. Dus ik hoop dat jullie dit een beetje heeft geïnspireerd. Dan als laatste nog even de tractaties. Want hij mag natuurlijk ook gaan tracteren op school. En normaal maak ik het altijd wel het feest van. Dit is dan de eerste keer dat hij tracteert op school. Want
vorig jaar was het dan zeg maar trakteren op het kinderdagverblijf, omdat je dan 4 bent en weggaat en dan is het niet ook nog op school. Maar nu is het dus wel op school. Maar nu is het corona en ze hebben heel lang niet mogen trakteren. Nu mogen ze wel trakteren, maar alleen maar voor verpakt. Dus dat limits de options. Maar nu zag ik, toen ik hiermee bezig was, zag ik dit. En dat deden ze als een soort candy wrappers. Maar ik dacht, ik kan dit natuurlijk prima om rozijndoosjes heen. Dus ik krijg gewoon een doosje Pokémon rozijnen. Ik dacht, nou jongens, ik vind het prachtig. Dus deze zal ik ook nog wel eventjes linken, zodat je dat eventueel ook nog kan doen om heel in thema te blijven. Maar ik dacht, ik hou het dan maar simpel. Of ik doe het om, weet ik veel, een zakje. Ik hoorde iemand zeggen, zakjes popcorn. Normaal ben ik heel erg ook van de gezonde tractaties, maar dat wordt natuurlijk best wel ingewikkeld. Qua, ja, ik kan nog een banaan, maar ik heb al heel vaak een banaan gedaan. Bananen, piratenboot heb ik een keer gemaakt, bananen minions. Maar ik denk dat ik het nu toch echt heel simpel hou. Ik weet ook niet zo goed hoe dat gaat in de klas. Ik zal de juf daar nog wel even over mailen. Mocht je gezonde tractatietips hebben die je zeg maar makkelijk... Ja, je kan nog een ninja van een mandarijn of zo maken. Maar ja, laat maar even weten of jij nog... Zeg maar een beetje leuke inspiratie heb daarvoor. Maar ik dacht, ik hou het maar gewoon een beetje simpel. Ook omdat dat dus weer heel dicht bij Sinterklaas en zo zit. Dan is het allemaal zo hysterisch. Ja, dat dus. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie een beetje geïnspireerd zijn geraakt. En voor een leuk kinderfeestje. Nou, mocht je nog vragen hebben of ik iets toch niet goed heb gelinkt of zo. Het zijn allemaal best wel doorkliklinks vanuit Pinterest en zo. Dat ik ergens op beland ben. Dus laat maar weten als je nog vragen hebt. Deze blikjes... Kun je trouwens gewoon conservenblikken voor gebruiken vanuit je voorraadkast. Tenminste, ik zou ze wel leeg hebben, want anders is het een beetje moeilijk om te gooien. Maar ik dacht, als ik ze open maak, dan krijg je best wel een scherp randje. En omdat het best wel jonge kinderen zijn, durfde ik dat niet aan. Dus ik heb kant-en-klaar blikjes gedaan. Maar daar kan je natuurlijk... Dat is een keuze. Dat hoeft echt niet. Alleen ik dacht, ja, ik vind het gewoon een beetje risico. Straks snijdt iemand zich eraan, zo, dat durft het niet helemaal aan. Dus dat is nog even over de blikjes. Hak op de tak. Nou, nogmaals, ik hoop dat je het leuk vond. Ik wil je er heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot snel bij een nieuwe video. Doeg!